Vandaag heb ik weer een shopvlog. Ik ben gisteren een beetje shoppen. En toen ben ik naar de Primark geweest. En naar de Mango. En naar allemaal andere leuke winkeltjes. En ik heb wat leuke dingen gekocht. Plus ik heb ook nog wat dingen gekocht afgelopen maand. Dus dit is eigenlijk een beetje mijn december wintershoplog. Zoiets. Ik wacht zelfs nog op een pakketje van iets. En als dat deze week nog komt, dan komt dat ook nog in deze video. Maar als dat niet komt, dan komt daar een aparte video over. Maar goed, dat terzijde. We gaan gewoon beginnen met wat ik gisteren heb gekocht. Goed, gisteren ben ik naar de Primark geweest. En ondanks dat ik niet zo heel veel nodig had... Ik was wel naar een paar dingen op zoek, maar dat heb ik niet bij de Primark gevonden uiteindelijk. Maar ik vond het gewoon ontzettend leuk om bij de Primark rond te lopen. Ik hou van de Primark. Sommige mensen kunnen er echt niet tegen. Tegen de drukte en zo. Maar ik was heel vroeg gegaan. Echt eigenlijk net dat toen die open was, liep ik al naar binnen. En toen ik eruit ging, toen werd het pas echt heel erg druk. Dus het was echt gewoon de perfecte shopervaring. Ik was trouwens in Den Haag. Ben wat leuke volgers tegengekomen. Thanks for saying hi. Vond ik echt super leuk. De Primark in Den Haag is echt... echt mijn complimenten, want het was super overzichtelijk, heel erg ruim. En ik heb er dus niet zoveel gekocht. Als eerste heb ik deze riem. Ik vond hem gewoon ontzettend leuk. Het is een beetje zo'n cowboy effect-achtig. Geborduurd met studs erop, mooie grijze kleur. En een riem is altijd handig. Ik heb nu wel een riem, maar die is een beetje kapot aan het gaan. Dus deze kwam wel van pas. Verder heb ik een heel simpel zwart shirtje gekocht. Want ik zocht er een met een wat lagere hals. Ik heb er best wel veel met een hoge hals. En ja, soms is dat niet altijd even fijn. Deze was 3 euro en... of 3,50 of zo. En de riem was 4 euro, by the way. Verder heb ik een paar sokken gekocht. En dit zijn sokken die eigenlijk gewoon zwart zijn. Maar de onderkant heeft een leuk patroontje. Op deze heeft de onderkant bijvoorbeeld hartjes. Met roze. Het probleem bij mij is altijd... ik vind het wel leuk om die gekleurde sokken aan te doen. Maar als ze boven mijn laarsjes, zwarte laarsjes uitkomen... vind ik dat niet heel classy staan. En helemaal niet. Ja, je voelt ze niet zo serieus genomen. Ik vind dat, ik hou er gewoon niet van. Dus de bovenkant is gewoon mooi zwart. En de onderkant heeft een leuk detail. En ja, misschien zie je het niet zo. Maar weet je, toch nog iets beter dan helemaal zwarte sokken. Right? Deze waren 3,50. En verder heb ik nog een setje ondergoed. Hier zat ook nog een witte bij. Deze waren denk ik 6 euro dacht ik. Ja, volgens mij waren deze iets van 6 euro. En er zaten er 3 broekjes bij. Ook nog een BH gekocht. Maar die heb ik aan. Dus ik kan ook niet goed laten zien. Dus dat was wat ik bij de Primark heb gekocht. Toen ben ik naar de Mango geweest. En ik zocht al een tijdje een mooie net blouseje die helemaal tot bovenaan geknoopt is. Met mooie lange mouwen en gewoon netjes, weet je wel. Bijvoorbeeld voor school, als ik wat netter wil, als we een presentatie iets hebben of zo, dan ja, wil ik niet in mijn sweater naar school komen. En ook gewoon voor werk of iets voor iets belangrijks vind ik het dan netjes om een mooi wit blouseje te hebben. Ik kon het nergens vinden. Overal hadden ze zeg maar tot het tot hier is geknoopt en dan loopt het over in een V. Ik weet niet of jullie begrijpen wat ik bedoel, maar ik kon het gewoon nergens vinden. Echt ook in dure winkels niet. En ik snap er helemaal niks van. Ja, alleen korte mouwen shirtjes, korte mouwen blousejes. Maar toen liep ik de Mango in en toen kwam mijn moeder opeens met een mooi blouseje. Dus die heb ik gekocht. En dat was ook echt toevallig, want even later kwam ze aan met de zwarte variant. Dus die heb ik ook gekocht. Ja, gewoon niet heel veel bijzonders aan, maar wel een mooi blouseje. En die heb ik dus ook in het zwart. Dus ja, ze waren oorspronkelijk 20 euro. Deze werd 10 en die andere werd 15. Waarom dat prijsverschil is, geen idee. Want het is hetzelfde blouseje, maar oké, weet je, geen idee. Toen ben ik voor het eerst naar Marks & Spencer geweest. Ontzettend leuke winkel, by the way. Ik hou echt heel erg van die nette look, van die blouses en mooie classy spullen, zeg maar. Ik was er nog nooit geweest, want hij is volgens mij ook redelijk nieuw in Den Haag. Geen idee, ik ben al een tijdje niet meer in Den Haag geweest. Ja, ik vond het een ontzettend leuke winkel en uiteraard lekker veel sale. Dus zag ik deze broek. Dit is hem. Hij is een beetje okergeel, denk ik. En ik vond deze kleur zo ontzettend mooi en heel chic eigenlijk. Hij was 37 en hij werd 22. Dus dat scheelt ook weer een beetje. Het is gewoon een mooie skinny. Lekker stretchy ook. Heel leuk. Dus die heb ik bij Marks & Spencer gekocht. Uiteraard was het een paar dagen geleden. Ja, voor mij dan een paar dagen geleden. Kerst. En ik had nog een outfit iets nodig. Ik wist niet helemaal wat ik aan moest. Ik had ook niet mooie pumps, mooie hakken. En die wilde ik wel heel graag. Dus ik ben de stad in gegaan en heb me helemaal afgezocht naar... ja, mooie perfecte pumps eigenlijk. Die niet te hoog waren en gewoon lekker zaten. En ja, het liefst een beetje voor een normaal prijsje. Ik kon echt gewoon helemaal niets vinden. Toen ben ik uiteindelijk naar een winkel gegaan. Genaamd Bristol. En daar heb ik dus een paar leren pumps gekocht.
Ik was helemaal niet van plan om echt een leren pumps te kopen. Maar deze waren voor de helft van de prijs en kwamen uiteindelijk op 30 euro. Dus ja, vond ik. En ze zaten heel erg lekker. Dus dacht ik, nou, weet je, dit moet ik gewoon doen. Niet te hoog, maar wel gewoon een niet lomp hakje, zeg maar. Ik kan er goed op lopen. Dus hier was ik echt heel erg blij mee. Ik was echt blij dat ik deze eindelijk had. En voor kerst heb ik ook nog deze oorbellen gekocht. Ik zag deze al een paar keer op Rotterdam Centraal. Daar zit een winkeltje. En ik vond deze gewoon ontzettend mooi. Deze waren €7,95 bij de IM. Ik zal ze wat dichterbij laten zien. Dit zijn ze. Ze hebben mooie steentjes. En ze zijn dus niet helemaal plat. Maar dus een beetje gerimpeld. Ik weet niet hoe je zoiets zegt. Maar heel erg mooi. En wat langere tijd geleden had ik volgens mij studiedag. Toen was ik in de stad ingegaan. Toen heb ik deze trui gekocht bij de H&M. Hij is niet heel dik, maar hij is wel lekker warm. Lekker oversized ook. Nou, sinds ik hem heb, heb ik hem echt bijna elke dag aangehad. Dat is overdreven, maar ik wil hem echt heel graag aan hebben elke keer. Dus die heb ik gekocht en die was in de sale. Die was maar €15, dus ja. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik zie jullie heel snel weer. Doei doei!